Ik ben nog steeds als eerste door. We kunnen eerste worden, jongens. We kunnen eerste worden. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Geocaster Battle Royale. Het is vandaag weer tijd om te gaan vinden in welk land we zijn en te gaan winnen van andere mensen. Tenminste, dat is natuurlijk de bedoeling. En ik hoop dat het dit een keer weer gaat lukken. De vorige aflevering zijn we een keer eerste geworden. Heb je die nog niet gezien? Ga die even kijken. En ik hoop dat het dit keer weer gaat lukken. Laten we vooral gaan beginnen. Ik zit nog steeds in de bronzen divisie. Misschien dat ik wel een keer kan gaan promoveren. Maar ik zie dat je bij level 11 nog steeds in de bronzen divisie bent. Oké, wit betekent in een warm land, zodat huizen niet te warm worden. Ik krijg al een beetje een Grieks gevoel erbij. We gaan eens even kijken. Zullen we dat gewoon als eerste guest doen? En dan even verder kijken. Griekenland was het niet. Er krijg toch wel iets van een mediterraans gevoel bij in ieder geval. Daar heeft al iemand het goed. We zitten hier wel echt in een dorp waarvan je denkt van... Waar is de grote weg, zeg maar? Of waar zijn er winkels waar je in ieder geval iets kan... Of waar zijn de bordjes? Oké, dit is de stad uit. Ik denk dat het alleen maar goed is dat we het dorpje uit zijn. Oké, dit is... Wacht, hier kunnen we een taal zien, denk ik. Nee, ook niet. Kut. We hebben niet zo lang meer. En heel veel mensen hebben het goed. Dat vind ik wel even lastig. Dit is Cyprus. Oh, dat is niet Cyprus. Dit is Cyprus. Zit op Cyprus? Nee, dat is het ook niet. Waar zitten we dan? Malta? Malta? Nee. Ik heb geen idee waar we zitten. Ik ben wel erg benieuwd welke dit was. Portugal? Oké, dat had ik echt niet verwacht. We gaan kijken of we een volgende rondje kunnen winnen. Oké. Op een snelweg. Dit zou zomaar Nederland kunnen zijn. Niet als in snelweg, maar in grote weg. Machine General Operatives Vacancies. Dit is Amerika. Nee, we zitten toch niet in een Engelstalig land. Hello. Oh ja, Bolting Glass. Is dit Ireland? Ja, het is Ireland. Kijk, we zijn door naar de volgende ronde. Het is ons gelukt. Waar zitten we nu? Ik zit even te kijken welke kant we het beste op kunnen gaan. Dit ziet er toch wel weer een beetje middle of nowhere uit. Je moet op de scooter aan de linkerkant. Dat is een fout keuzetje. Oh, die reed aan de rechterkant. Kut. Ik werd gepest. Sri Lanka! Nice! Als eerste door. En er is ook al iemand... Oh nee, dat was van de eerste ronde nog af. Oh, twee mensen af. Nice. Ik ben nog steeds als eerste door. We kunnen eerste worden, jongens. We kunnen eerste worden. Als niemand het meer goed heeft, dan heb ik gewind. Ah, Nick heeft het ook goed. We zijn nog niet de winnaar. Maar we zijn wel door naar de volgende ronde. Toe Gobbler is ook door. Dan zijn we met drie mensen in ieder geval door. Er zijn wel een hoop afgevallen, dus dat is positief. Nog iemand afgevallen? Nice. Maar met drie mensen door? We zijn maar met drie mensen door. Oké, er gaan er nu twee door van de drie. Waar zitten we? Oké. Nu hebben we ook wel een redelijk beetje haast. Huh? Oh, hier. Idiot. We zijn niet in Polen. Oh, Nick heeft hem al. Oh, wat? Ik heb verloren. Omdat hun hem heel snel hadden. Nee, we gingen zo goed. Zo jammer, hè. Oké. Oh, misschien kunnen we... Priora.
kunnen we meteen daar wel aan zien waar we zijn. Zürich, Zwitserland. Hotse vlot, kijk, daar houden we van zulke rondes. Er zijn helaas heel veel mensen die door hadden dat we in Zürich zaten. Oké, er zijn 2 mensen af. Pequeña, Le Mejor, gmail.com. Het is niet .es, dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat we in Spanje zitten. We zitten niet in Brazilië in ieder geval. Maar ze spreken hier wel Spaans, dus dat is goed om te weten. Wat stond er hier? Wacht. Santa Rosa. Nog niemand heeft Spanje geguest. Nee. Dit is niet Spanje. Zijn er nergens vlaggen? Usados. Colombia. Oké, we zijn weer een ronde door. Zie. Oké, 5 mensen toch. Oké, waar ben ik beland, jongens? Ik ben in ieder geval de verkeerde kant op gegaan. Om ergens achter te komen. We gaan in ieder geval de berg maar af. Oh, kut. Wellicht dat we dan ergens achter komen. Ik heb het gevoel dat het Frankrijk is, maar... Oh, ik denk dat het Polen is. Het is niet Polen. Oh, wacht. Nog even iets checken. Tsjechië. Oké, nice. We zijn met z'n 3 door. Oké. Neptunweg. Weg. Volgens mij is dit Duitsland. Nee. Maar het kan ook Oostenrijk zijn. Oh, het is Oostenrijk. Nee. Had ik maar eerder aan gedacht. Oké, we zijn nog geen eerste geworden dit rondje. Dat is jammer. Oké. Oeh, waar zijn we? Ik weet niet wat dat betekent. Dit is een lekker blurry plaatje. Oh. Regionala. Het is niet Tsjechië. Tijd begint op te raken. Polen. Hongarije. Nee. Ik wist het niet eens. Oké, interessante plek. Oh. Een bord hier. Ik denk dat dit... in Scandinavië is. Ook al zijn die wel palmboom. Die iets in mijn keel. Peliwat Visitor. Transportation Complex. Nou, daar kunnen we weer niet heen. Wat is dit, jongens? Oh, ik moet wel wat dingen gaan raden. Kut. Ja, ik weet het niet. Kroatië. Nee, ik heb geen idee. Wat was het?
Maleisië, oké, daar had ik niet opgekomen. Dit ziet er weer uit als een middle of nowhere'tje. Grieks? Het is niet Grieks. Hoe kunnen al die mensen het hebben? Waar zit ik? Ik bedoel, het is mooi weer, maar... Nee, Ukraine. Hé, hey, ik heb het goed. Zie! Oh, nice. En meteen maar met z'n vieren over. Kijk, dit was een goed rondje. We hopen dat ik dit level eerder door heb dan die andere. Kilometers. España. Het is geen Spanje. Oeh, misschien kunnen we hier. Ecuador. Snel. Kut. Snel. Ecuador. Hotse vlot. Kom op, ik moet als enige deze gewonnen hebben. Dat zou ideaal zijn. Dat zou ideaal zijn. Dan heb ik gewoon meteen een overwinning te pakken in deze aflevering. Nou ja, niet meteen, maar... Ik denk dat die delfine misschien per ongeluk gaat traden. Ga ik hem winnen? Nee, Red Party heeft hem ook. Nee. Zo jammer. Zit ik wel in de finale? Dat ook niet. Ja, ik zit wel in de finale. Dan moet ik sneller zijn dan die Pipo. Oh god, waar ben ik beland, jongens? Oké, mijn eerste gevoel zegt Vietnam. En Flanco. Ik kan het toch niet lezen? Nou, ik kan het toch niet lezen. Rules, relegation, wel allemaal in het Engels. Officer. Jaja Koek. District 1. Oh, wacht. Die kunnen we nog checken. Of staat daar niks op? Nee. Ik wil eigenlijk die straat in, maar... Oh ja, hij pakt hem nu wel. Hij heeft ook al wat... Guest. Het is allemaal Engels. Elsa Store. Peru. Chile. Ik hoop dat hij hem ook niet goed heeft. Nee, het was de Philippines. Oké, ik heb nog steeds een kans. Nieuwe locatie in het zand. Oké, dit loopt dood. We moeten de andere kant op. Oké, daar mogen we niet heen. Oké, duidelijk. Ik wil een klein stukje die kant op. Kom op. Campings met een K. Slechte wegdek zou zomaar België kunnen zijn. Alleen qua klimaat geloof ik niet dat het België is. Kipsala. Ah, oh, dat kan je... Oh, ik wou net zeggen, kan je er niet op? Kipsala, ja, ik weet niet... Als Kipsala ook iets van een plaats is zo, dan kan ik nooit raden welke dat is. We lopen die kant op. Even kijken, wat staat er op dit grote bord hier? Mondat, Dalista, Dambisch. Word ik nog steeds niet... Durf ik Zweden te raden? Noorwegen? Nee, oké. Okay. Ah, oh, hij heeft het geraden. Nee, zo jammer. Zo jammer. Goed. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Het is me helaas niet gelukt deze keer, maar de volgende keer komen we sterker terug. Ik wil u heel erg bedanken. Adios.